Dinsdag 22 april werd door wethouder Pieter de Vos een expositie geopend. De werken die tentoongesteld worden zijn een selectie uit het werk van de eindexamenleerlingen van OSG De Ring van Putten. Er is een mix te zien van verschillende opdrachten, technieken en materialen. Hartelijk welkom. Ik mag vanmiddag de tentoonstelling openen van de kunstwerken die gemaakt zijn door de leerlingen, examenleerlingen van De Ring van Putten. Sarah, een van jouw werken hangt hier in de hal van het stadhuis. Door wie ben jij geïnspireerd? Nou ja, je moet een onderwerp kiezen, zeg maar, voor je examenexpositie. En ik had het onderwerp games, dus ik wilde iets met games doen. En laten zien dat dat ook wel belangrijk is voordat een game gemaakt wordt. Dus ik heb dan gekozen voor allemaal karakters die ik bijzonder vind. En daar dan mijn eigen draai aan gegeven. En dat heb ik dus met dit beeld gedaan. Deze game die gaat, zeg maar, over dat je heel veel kleuren moet gebruiken en de wereld, de omgeving moet heel kleurrijk worden. En dat heb ik geprobeerd weer te geven in dit schilderij, dat de achtergrond juist zwart is, maar het kunstwerk zelf, dat heel kleurrijk is, zeg maar, het karakter. En dat heb ik over willen brengen, want ik vind games heel erg leuk zelf en ja, dat is mijn onderwerp. En heb je hier een speciale opleiding voor gevolgd? Nee, ik heb wel 3 jaar tekenles gehad, maar ik heb het eigenlijk voornamelijk mezelf aangeleerd, want ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. Meneer Bosman, allemaal werken van leerlingen van uw school. Goed, hè? Bent u trots op ze? Ik ben er heel erg trots op. We doen dit al jaren. Het is, geloof ik, de 6e keer dat we dit doen. Ik ben de gemeente Spijkenis ook heel dankbaar dat het kan en dat het mag. Ik denk dat het voor de gemeente goed is, maar voor de scholen leerlingen zeker ook goed. En ja, ik zei het al, ik ben er trots op, apentrots zelfs. Het blijft een paar weken hangen en het is natuurlijk werk van de leerlingen, dus het zijn hun eindexamenstukken. Dus ze krijgen het terug, of ze krijgen het terug, het is en blijft van hun. Dus ze nemen het zelf mee en zij bepalen wat ermee gebeurt. De werken zullen een aantal weken te bewonderen zijn in de Jan Broekhuishal van het stadhuis.